We hebben deze week het Kalunabier hebben we in de verkoop, zeg maar. Speciaal voor de Heilige Week? Ja, dat is speciaal voor de Heilige Week gebrouwen. Het is ook een eenmalig brouwsel. En ja, volgend jaar is het waarschijnlijk weer wat anders. Hoe bent u op het idee gekomen van dit Kalunabiertje? Ja, we zijn natuurlijk we hebben een Edes product en we wilden natuurlijk ook een bier hebben wat ook op de Heideweek slaat. Het is een bier met vooral tarwemout. En het lijkt een beetje op een wit bier, maar hij is ietsjes pittiger. Ietsjes? Ja, heel ietsjes pittiger. Niet wat alcohol betreft, maar toch wat smaak is die aardig ietsjes voller. Wordt hier in ieder geval veel afgenomen? Jazeker, het wordt hier afgenomen in Ede bij alle slijterijen en Ede-omgeving. Tot nu toe hebben we alleen nog maar positieve reacties gehad, dus ja, we zijn er echt blij mee. Dit is dus de mout, dit is de gemalen mout, dit is in feite het bier in wording. Dit kun je gebruiken om het heel iets bij te kleuren en daarna voegen we gist en hop voegen we toe en dan krijgen we dus het echte bier. Dit is de brouwketel. Hier worden de granen en het water wordt hier samengevoegd en dan wordt het gekookt. En daarna, na het koken, dan hebben we dus in feite de basis voor het bier is dan klaar. Dit is de gistingsruimte. Hier gaat het bier gaat vergisten. Daarin worden dus de suikers omgevormd naar koolzuur en alcohol. En gaat het dus de vloeistof echt bier worden. Kijk, dit is nou leven in de brouwerij. Hier wordt de fles wordt gevuld. We stoppen hem zo in. Hij sluit hier af en we doen de klep naar beneden en hup en dan wordt de fles tot op het juiste niveau afgevuld. Dan zetten we hem hier onder de dop. We plaatsen een dopje. We zetten de fles eronder en we drukken hierop en het dopje wordt erop gedrukt. We hebben nog een aantal dozen en als die op zijn, dan is het op en dan is het jammer. Waar kunnen de mensen deze flessen vandaan halen de komende dagen? De komende dagen kunnen ze die flessen vooral halen uit de bekende slijterijen in Ede. Almen, Otterlo, Wageningen, Bennekom. Zijn jullie ook nog op bepaalde evenementen? Ja, wij zijn... vandaag staan we dus op de Vlegeldag. En zaterdag staan we op de Oud-Lunterse dag. En waarom zou ik het zelf moeten drinken? Omdat het zo'n lekker bier is.